Mag ik de kaart alsjeblieft? Dank u. Bedankt jongens voor al jullie hulp. Jongens, mag ik even jullie aandacht? Ik moet jullie iets vertellen. Ja, sorry dat ik het niet gevraagd heb, maar het podium was niet in gebruik, dus ik dacht dat we... Nee, geen probleem, daar gaat het niet over. Ik heb vergaderd met de directie van Umix en... En hoe ging het? Jullie zouden praten over de tournee, ja. Toch? Ja. Wanneer gaan we? Wat? Kunnen we gaan repeteren? Mag ik even? Ja, sorry. Ja. Helaas gaan zowel de tournee als Umix niet door. Wat? Want Umix wil ons niet langer sponsoren. Huh? Ik snap het niet. Krijgen we geen steun meer van Umix, maar... Nee, voor de directie van Umix was de aanwezigheid van Antonio van groot belang. En nu hij weg is, hebben ze besloten om ons niet langer te steunen. Het is niet anders. Kan toch niet, Pablo? We willen ons voor de volle 100% inzetten. Daar twijfel ik ook geen moment aan. Ik ging naar die vergadering met de bedoeling om hen uit te leggen dat we, ondanks de moeilijke tijden die we nu doormaken, toch in staat zijn om mooie dingen te produceren. Dat we er klaar voor zijn. Ik wou ze overtuigen, maar dat is me niet gelukt. We gaan praten met Marotti. Nee, ik wil wel met hem gaan praten als u wil. Marotti gaat akkoord met de beslissing van de directie, helaas. En maar wij dan? Hoe moet het nu verder? Geen idee. We proberen gewoon verder te werken. Ik moet nu de andere leraren op de hoogte gaan brengen, oké? Pablo, is het waar wat ze zeggen? Hebben we niet langer de steun van Umix? Dat klopt. Ik wist al dat dit zou gaan gebeuren toen je besloot de tournee af te zeggen. Begrijp me niet verkeerd. Ik geef jou hier niet de schuld van, maar als ik jou was, zou ik het niet opgeven. Want de show moet toch doorgaan, niet? Komt goed. Rustig maar, hè? We zullen wel een oplossing vinden, toch? Oké?